De discussie loopt al heel lang, maar dit is het moment om door te pakken. De rente is op dit moment heel laag. Er is consensus dat de doorsneesystematiek afgeschaft moet gaan worden. Er is een duidelijk beeld van waar we heen moeten. Het moment om die twee tegelijkertijd te doen en niet langer te dralen. Er zijn een aantal dingen nieuw. Eén daarvan is dat je een helder eigen pensioenpotje hebt als individu. Wat niet meer afhangt van allerlei veranderingen in de regelgeving. Dus de hoop is dat dat mensen meer vertrouwen zal geven. Ook als ik met pensioen ga, staat daar nog een bepaald bedrag voor mij. Een andere belangrijke verandering is dat de pensioenuitkomst veel minder afhankelijk zal zijn van keuzes die andere mensen maken of andere mensen wel of niet meedoen. Nu heeft dat invloed op jouw pensioenuitkomst. Het voorstel is om dat in ieder geval een heel stuk terug te brengen. En de derde die ik zou willen noemen is dat we niet meer uitgaan van de wereld waarin elke pensioendeelnemer hetzelfde is, maar expliciet zeggen de een is bijvoorbeeld jong, de ander is oud. Voor ouderen zou je doorgaans veel minder beleggingsrisico willen nemen, voor jongeren. En er zijn ook andere voorbeelden van. Denk aan mensen die bijvoorbeeld een scheiding gehad hebben en daardoor erg weinig pensioenopbouw. Hoe logisch is het dat die evenveel pensioen opbouwen als mensen die al heel lang in het systeem gefunctioneerd hebben? Ook daar zal naar verwachting zogenaamd maatwerk komen. Pensioenfonds kijkt naar uw karakteristieken en afhankelijk daarvan worden keuzes gemaakt door het pensioenfondsbestuur. En alle discussies die we nu hebben over de dekkingsgraad, gaan die dan ook vervallen? Ja, de discussie over de dekkingsgraad laten we achter ons. Die is in feite een gevolg van het denken dat we nu hebben in termen van gegarandeerde uitkeringen over een termijn van soms wel 60 jaar. Dat verdwijnt. We gaan eerlijk tegen mensen zeggen, het is niet verstandig om een garantie te willen hebben, zeker niet op jonge leeftijd. Consequentie daarvan is dat er geen dekkingsgraden meer zijn. En dat ook de belangentegenstellingen die er nu zijn tussen oud en jong, moet die rekenrente nou omhoog of moet die rekenrente omlaag, dat kunnen we achter ons laten. Is het nu een fundamentele verandering van het pensioenstelsel of een aanpassing? Ja, er veranderen wel een aantal dingen wezenlijk, maar ik zou er ook willen benadrukken dat er heel veel dingen ook hetzelfde blijven. Het Nederlandse pensioenstelsel is niet voor niks internationaal zeer geroemd. We proberen de deelnemer te ontzorgen. Ook als u zelf niet actief beslissingen neemt, komen er goede pensioenuitkomsten uit. Bijvoorbeeld een levenslange uitkering. Een ander belangrijk element is dat er veel beslissingen gezamenlijk in collectiviteit genomen worden voor mensen die daarvoor worden vrijgemaakt. Ik denk dat daar ook veel winst uit te halen is. En last but not least, collectief beleggen, collectief inhuren van specialisten op financiële markten. Dat zijn allemaal zaken die we denk ik niet moeten veranderen. Is het nu volledig een nieuw gedachtegoed wat uit de SER-voorstellen spreekt? Nou, niet helemaal nieuw. De SER heeft nu in feite uitgewerkt waar ze in februari vorig jaar 2015 ook al naar gekeken hebben. En dat verwijst heel nadrukkelijk naar inaugurele reden van Lans Bovenberg en mijzelf. November 2014, waar ideeën deze kant op ook al gelanceerd zijn. Die ideeën zijn dus wat ouder, maar is het de urgentie heel hoog om nu door te pakken of kunnen we er even rustig over nadenken? Nee, ik denk zoals Klaas Knot ook al een aantal keren benadrukt heeft dat dit het moment is om door te pakken. Dus voor een deel natuurlijk de lage renteomgeving. En een ander groot argument is dat het afschaffen van de doorsneesystematiek, zoals dat heet. Dat is een van de grote aanpassingen die gaat komen om het systeem beter actuarieel fair te maken. In de betekenis dat de ene groep niet de andere groep subsidieert. De transitie die daarbij gepaard gaat heeft tegengestelde effecten aan de transitie waar we het hier over hebben. Dus dat is het moment om die twee tegelijkertijd te doen. Dat is vele malen eenvoudiger dan eerst de een en dan later pas de ander.